topdrukte momenteel, hè? Het is echt topdrukte op het moment. Maar ja, dat weten we in de decembermaand. Leuk om te doen? Ja, zeer zeker. Ja. Dit heeft altijd wel een bepaalde druk, maar ook een bepaalde sfeer, zeg maar. Dus. Ik sta nu op te leggen, zeg maar, pakketjes opleggen. En dat wissel ik straks af met aanvoerhulp. Hebben jullie het onder controle? Want het gaat hier al van aan, hè? We hebben het super onder controle. Het loopt vandaag ontzettend relaxed. Nou, we hebben deze week hebben we 30% meer volume dan de drukste week vorig jaar. Dus wij gaan landelijk deze week toch wel 5 miljoen pakketten naar iedereen toe brengen. Ja. En wat betekent dat voor jullie hier? Extra mensen? Extra bezorgers, extra sorteermedewerkers, alle leidinggevenden die rond de klok werken. Dus het is topdrukte hier. Naar dok 15 komen, we hebben even een klein probleempje. Het is nu, gisteren was het helemaal Alexis. Gisteren was ik pas om een uur of half elf was het thuis. Even een commercial maken hier. We zijn dit jaar in juni eigenlijk al begonnen met de grote klanten om afspraken te maken. En dat betreft het met name de spreiding van het volume, zodat we echt kunnen garanderen dat iedereen de volgende dag zijn pakketje in huis heeft. We gaan vandaag zo'n 220, 230 wagens op pad om in ons distributiegebied hier rond Zwolle, en dat reikt echt van Lelystad tot Coevorden, tot Apeldoorn, om daar alle pakketten thuis te bezorgen. Daar gaan wij vol voor en ik moet zeggen, ik heb er alle vertrouwen in. Je ziet hoe het gaat, het swingt ook wel. En met alle mensen die hier de schouders eronder zetten, moet dat helemaal goed komen. Als de band maar niet uitvalt. Als de machine maar blijft draaien.